Eenhoorns, nee, het is geen eenhoorn Joost, jongen. Buurmovie. Yo, kijk voor Buurmovie, we hebben deze nieuwe aflevering van Akinator. En vandaag heb ik weer drie personen voor jullie op een rijtje staan. En we beginnen met Peter van der Vorst. En Peter van der Vorst is de showbiz master ding gebeuren van RTL Boulevard. Maar hij heeft ook een eigen tv-programma, namelijk Peter van der Vorst is sterren. Nu eigenlijk van Peter van der Vorst is sterren, maar lekker boeiend. Wij gaan hem gewoon zoeken. Hij is trouwens ook een keer bij Enzo Knol geweest, dus mocht je dat afvragen, ja, dat is hij ook een keer. Is personage van vrouwelijk geslacht? Nee. Woont hij in Nederland? Ja. Is hij YouTuber? Nee. Is hij momenteel ouder dan de 30? Ik schat van wel ja. Is hij een zanger of zangers? Nee. Kent hij mij persoonlijk? Nee. Is hij bekend de sport? Nee. Heeft hij een dochter? Weet ik niet. Nee, weet ik niet. Heeft die personage een bril? Ik denk het niet. Werkt je personage momenteel voor tv? Ja, is die personage kaal? Nee. Heeft iets te maken met nieuws? RTL Boulevard is inderdaad een soort van nieuws. Zit je personage op een stoel? Ik weet niet of dat ze tegenwoordig zitten, maar ik denk van wel. Is jouw karakter bekend door Bij de Wereld Draait Door? Nee. Houdt je personage van eten? Weet ik niet. Heeft hij gespeeld in de GTS? Nee. Is politiek is nee. Verbonden met misdaad? Ik denk van niet. Voetbalspeler? Nee. Mooie witte tanden? Ja. Ja. Heeft hij krullen? Nee. Getrouwd met een mooie vrouw? Nee. Is hij homoseksueel? Ja. Heeft hij een bril? Nee. Meegedaan Wie is de Mol? Volgens mij niet nee. En hij denkt aan Peter van der Vorst. Goed gedaan, Akinator. 1 punt voor jou. En wij gaan snel verder met de volgende. En de volgende uit mijn lijstje is Krunk Panda. Diana van Krunk Panda. Is hij afkomstig uit Nederland? Nee. Is de man? Nee. Is de personage echt? Ja. Is de zanger of zangers? Nee. Leeft hij in Amerika? Nee. Kent hij mij persoonlijk? Ja, als ik nou zeg ja, dan gaat... Nee, ik doe gewoon nee. Heeft hij kinderen? Nee. Bekend van YouTube? Ja. Doet hij filmpjes? Nee. Is de mens? Ja. Speelt hij Minecraft? Ja. Roze haar? Nee. Engeland? Nee. Nederland? Nee. Die moet naar België. Canadees? Ook niet. Australisch? Ook niet. Vrolijk geslacht? Jazeker. Heeft hij een gamekanaal? Nou, een sketch en gamekanaal. Dus waarschijnlijk wel. Komt hij uit Van der Dam? Nee. Zit hij nog op school? Ik ga er wel vanuit, ja. Is hij blond? Nee. Wereldbeker? Nee. Zit je personage voor jou? Nou, nee. Is je personage Amerikaans? Nee. FC Chelsea? Nee. En hij denkt aan Yandere van de game Yandere Simulator. Nee. Volgende. Ja. Chinees? Nee. Belg? Dat weet ik niet zo direct. Waarschijnlijk wel. Ze woont nou in België, maar volgens mij is ze ergens... Of een van de ouders is ergens anders geboren, dus ik gok ja. Is hij moslim? Ik denk het niet. Gelijk met videospellen? Ja, want die speelt ze. Zwart haar? Ja. Spreekt je personage met jou? Nee. Is de vrouw? Ja. Heeft hij een zus? Weet ik niet. League of Legends? Denk het niet. Bekend door dit dat? Ja. Is hij een ster? Waarschijnlijk wel. Gamestijd? Nee. Schietspelletjes? Ik weet niet wat als hij schietspelletjes speelt. Geen idee. Leeft hij op hetzelfde land? Nee. Momenteel voor tv? Nee. Bucket Luggins? Nee. Heeft hij een bijzondere kleur van haar? Nee. Komt hij uit Ierland? Nee. Polen? Nee. Smos? Nee. Minecraft? Ja, want die speelt ze. Engels? Nee. Rood haar? Nee. Personage terug in een roman? Denk het niet. Broer en zus? Weet ik niet. En die denkt aan Krunk Panda. Uiteindelijk heeft Akinator hem alsnog gewoon geraden, jongens. Wat een baas. Wij gaan nou vanzelf verder met de laatste van vandaag. En vandaag spelen wij met Tom de Visser. Nou, we spelen niet echt letterlijk met Tom de Visser. Maar in ieder geval, wij gaan proberen Tom de Visser, oftewel Tom Subotwaar, als dat ik het zo goed uitspreek, te vinden. Komt je personage uit Nederland? Ja. Is de meisje? Nee. Bekende broer? Ik weet wel dat hij een broer... Hij heeft bij mij op school gezeten. Bekende broer? Weet ik niet, maar hij heeft volgens mij wel een broer. Ja. Maar weet ik niet. Nederlands YouTube gamer?
Volgens mij gamet hij niet op YouTube. Hij maakt muziekvideo's en hij maakt vlogs, praatvideo's en zo. Dus nee. Momenteel harder dan 30, nee. Bekende sport, nee. Rapper, nee. Is hij YouTuber? Jazeker. Deel hij van een trio? Nou, ik weet wel wat hij met Mitch heel veel doet, maar nee. Vlodder, nee. Bij jou op school. Heeft hij wel gegeten, maar nee. Heeft hij een kat? Weet ik niet. Is blond? Ja, dat wel. Heeft hij een vriendin? Weet ik niet. Houdt hij van bier? Denk het wel, ja. Vijftal? Nee. Jongensgroep? Weet ik niet, ja. Oh, nou, nee. Ik moet even anders doen. Speelt hij een jongensgroep? Weet ik niet. Heeft hij vrouwelijke kledij? Nee. Leeft hij kraakten samen met een man? Nee. Heeft hij een baard? Nee. Heeft hij een auto? Nee. Bordjes tot een jongensgroep? Weet ik niet. Heeft hij invloed op de Kingdom? Ik denk het niet. Is een modern componist? Nee. Is je personage een muis? Nee. En hij denkt aan Giel. Presenteert Stuk TV? Nee. Dat is hem niet, helaas. Bekend van YouTube? Ja. Gamekanaal? Nee. Eenhoorns? Nee. Het is geen Eenhoorn Joost, jongen. Een vechtje personage met de speer? Nee. Donker haar? Nee. Heeft je personage een huid? Ja. Maakt hij deel uit van Duo? Ja, op zich wel. Komt hij uit Duitsland? Nee. Is de moslim? Nee. Voornedam? Nee. Bruin haar? Nee. Volgens mij namelijk blond, donkerblond. Dat hij Call of Duty? Nee. Goed personage? Weet ik niet. Ik denk het haast niet. Kan je personage auto's van andere mensen stelen? Nee. Leeft de moeder van je personage nog? Ik denk het wel, waarschijnlijk wel. Hij heeft zij bruine haar? Nee. Een tweelingbroer of zus? Weet ik niet. De gast in de kist op 20, volgens mij niet. Arabische afkomst? Nee. Is hij homofiel? Nee. Is hij zanger? Ja. Is hij zanger? Ja. Is hij sexy? Nou, ik vind hem niet echt bepaald sexy, nee. Heeft jouw personage grote wenkbrauwen? Nee. Duo? Ik zeg gewoon waarschijnlijk wel. En hij denkt aan Ries. Rens Polman. Nee. Nee. We gaan niet verder, want hij krijgt maar twee kantjes bij mij. Ik kijk of dat hij hier ergens bij staat. Zangerinus. Boy. Nee. Tom Seeltoir. Een rare mens. Tom de Visser. Gotcha. We hebben hem verslagen met één ding. Maar hij staat wel met 2-1 voor. Dat is best wel kut. Maar... heb jij nog leuke suggesties? Laat ze dan zeker achter in de reacties. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe Akinator. En hopelijk winnen we dan wel van hem. In ieder geval, tot dan. En nou, doei.